Hartelijk welkom vanuit Emmen, waar FC Emmen het gaat opnemen tegen Top Os. Met dus de nummer 2 tegen de nummer 12. Ja, dat oogt niet al te spectaculair, maar het is ook de nummer 1 tegen de nummer 2 in de strijd om de derde periode. Daar zijn de belangen dus heel groot voor beide ploegen. Want Top heeft dus ook een serieuze kanshebber in de strijd om die derde periode. De boodschap is helder. Het is mooi dat er supporters zijn. Maar de clubs willen de stadions vol. En daarom deze oproep om zo snel mogelijk een einde te maken aan 1/3 supporters in het stadion. Maar volledige toegang voor iedereen die erin wil. Nou ja, tot laat verkocht is uiteraard. Maar dat de stadions in ieder geval mogelijk te maken dat het stadion uitverkocht kan zijn. Bij Emmen, Garjoest is nog steeds in de spits, u ziet hem. Araujo is terug, Veendorp daardoor weer rechtsback. Middenveld, Vlak en El Azouzi, dat is vertrouwd. En Romani staat daar dan in de basis en daardoor Rui Mendes die op de bank zit. Thean natuurlijk de man om het meest op te letten voor Emmen. Hij heeft er al 10 in liggen dit seizoen. Bij Top Os Pata weer rechtsback. Sanchez die wat doorschuift. En Guezen die naar de bank is verhuisd. De wijziging. Kaak nog zeer fraai scorend. Net als Mathieu trouwens, die u daar ook ziet. In de vorige wedstrijd. Ook voorafgaand aan deze wedstrijd. Als eerbetoon aan Wim Jansen. Een minuut applaus. Zoals bij alle wedstrijden in het Nederlands betaald voetbal dit weekend het geval zal zijn. Een mooi eerbetoon aan een man die 2 WK-finales speelde voor Nederland. Een grootheid in het Nederlandse voetbal. Werdenworp verlengd door Thean. Valt op de rug en dan maar eens uithalen. Brouwer met de eerste redding. Eerste doelpoging. Is er dus eentje van Top Os, Stuyven van Heerik. Nu de corner van Top Os. Bij de tweede paal Lammers die daar toch redelijk vrij staat. Ja, dat denkt Araujo. Dan moet ik misschien dan toch maar even naartoe. Allebei dus redelijk tevreden met hoe de transferperiode is verlopen. Merkelijk meer gebeurt bij Emmen natuurlijk dan bij Os. Hier is Os wel weer dreigend. Mathieu, maar eens uithalen. Schot, hoog over. 1 doelpunt pas gemaakt dit seizoen. Dat is wel wat teleurstellend. Romani. Hardeveld. Was de bal dit? Oh, dan denk ik eigenlijk dat Lammers de bal gewoon wil ontwijken. Nu is de corner. Wordt ongelukkig weggegeven door de centrale verdediger. Wegdraaiende bal. Kansje voor Vlak leek het te zijn, het schot daarna. Volledige controle bij Emmen, maar nog amper kansen. Ja, dat is Ozzy, wordt aangemoedigd om eens te schieten. Dat doet hij dan ook maar, scoorde nog nooit in de keukenkampioen-divisie. Maar goed, het is ook pas zijn eerste seizoen. Het is toch redelijk verrassend wel in de basis gespeeld. Bernadou. Ook de horeca. Natuurlijk weer open. Maar is toch even wat eten en drinken te halen. En voorlopig kan het ook nog vrij rustig tijdens de wedstrijd. Want al te spectaculair is het nog niet. Er zijn wel spectaculaire edities geweest hoor. Tussen Emmen en Top Os. Een 4-4 nog. Om doelpunt te maken moet de passing toch iets zorgvuldiger zijn dan die tot nu toe is bij Emmen. En Top Os moet aanvallend zich weer eens wat laten zien. Dat zou met Margarita hier kunnen. Dat kan inderdaad. Mathieu en daar valt hij voor Joshua Sanchez. En uiteindelijk weggehaald zonder daarbij de hand te gebruiken.
Wat is Top Os daar dan levensgevaarlijk? Nog een voorzet, net voorbij aan Thean. En is hij dan nog binnen te houden? Ja, want hij is snel zat. Matje. Dus is hier Stijn van Erik nog. Os, bijna op voorsprong. Goede actie van Margarita. Mathieu, half. En dan is Sanchez daar. En via Brouwer wordt de bal bijna in de kluts in het doel. Het is echt binnen een seconde van 0 naar 100. Slim paasje dit. Laat ze doen. Paasje breed op Van Ooyen. En nog een goede redding van Alblas, zeg. Hij krijgt die redding niet eens op zijn naam. Want het wordt officieel een doeltrap. Maar volgens mij is dit toch echt de keeper die hier de 1-0 voorkomt. Veendorp. Goeie bal van Gachous. Mooi gespeeld dit. Geen buitenspel. Zelf Romani. En dat probeert hij inderdaad. Alblas springt wel wat van de paal. Maar in ieder geval geen 1-0. Emme zet al het balbezit zo in de slotfase van de eerste helft ook wat meer om in serieuze dreiging. Corner draait ver weg van het doel. Araujo kopt terug. Nou, dit is dan de kans. Oh, dan moet je wel schieten op een gegeven moment. Waar gaat die heen, El Azouzi? Ja, die scoorde nog nooit. Gaat deze muur ook niet lukken. Wat wilde die doen? Zo vrij moet die bal toch gewoon richting doel. Als ze doen. Nu weet meestal wel wat uithalen is. Als ze doen. En daar valt hij voor vlak en dan is het raak. 1-0 Emmen. Het doelpunt van Jari Vlak. Zat er aan te komen in deze slotfase van de eerste helft. Asenoum legt hem erin. En dan valt hij via Araujo zo voor de voeten van Vlak. En die staat helemaal vrij. Niemand valt op ons bij hem in de buurt. En dan schiet hij hem nog via Alblas in het doel. Bijna heeft de keeper hem weer. Terug is niet heel lekker. Mathieu is ook snel. Mathieu heeft de bal. Krijgt hij hem bij Thean voor het doel. Veldmaat heeft door dat hij daar naartoe moet. Mathieu. Kaak speelt in. Oh, wat een ruimte hier voor Margarita. En dan is het 1-1. Emmen staat helemaal verkeerd. En een fijne assist van Kaak. Goed afgemaakt door Margarita. Hier het balverlies. Oh, van Veendorp net niet helemaal lekker. Maar goed, dat duurt het vrij lang. En zou Emmen toch echt wel wat beter weer in de organisatie moeten staan. Maar let op Margarita. Ja, dat doen wij nu met z'n allen. Dat doet Emmen vrij duidelijk niet. En Kaak ziet het wel. Helemaal vrij staat hij. En het eerste tegendoelpunt voor Emmen in de derde periode is een feit. Araujo. Nou, kom maar eens uithalen. Araujo. Het zat. Hij was wat te hoog. En hij was een meter of 15 naast. Van Ooyen. Een beetje bij toeval vlak. Gachous niet naar die bal toe. Dan is hij dus voor Top Os. Oh, wat een fout. Gachous. Ja, cadeautje. Cadeautje van Top Os. Uitgepakt door de spits van hem. Dan doet Top Os het over het algemeen zo goed naar rust. Geven ze niet veel weg. Maar nu geven ze het wel weg. Lax, Sanchez voor zijn eigen strafschopgebied langs. En Hardeveld met de assist. De linksback die zijn eigen feestje viert. El Azouzi. Tofiki. Luzayadio. Uiteindelijk aan de bal. Zayadi, oh, goede bal op Lieder hoor. Net niet helemaal lekker te koppen voor de spits. Maar duimpje terecht omhoog. Twee invallers die elkaar wel even vinden. Margaret komt zo bij Top Os. Voorlopig M in de aanval. Leliendal, die al was gekomen, komt weg. En dan Azouzi. Rui Mendes.
Kom op Emmen, maak een goal, vraagt het publiek. Die willen een slotfase zonder al te veel spanning. Ja, daar is hij! En dat zou dus een slotfase zonder al te veel spanning moeten zijn. Oussama El Azouzi met zijn eerste doelpunt in de keukenkampioen-divisie. De 3-1. En wat dan dus ook de beslissing zou moeten zijn. Schot is hard en de redding van Alblas. Rebound voor Hardenveld. Weer de redding van Alblas. En dan wordt hij geholpen door Piqué, maar is het ook buitenspel. Stijn van der Heren. Os heeft lang prima meegevoetbald. Zelf de 2-1 ingeleid. En daarna was Emme echt wel de bovenliggende partij. En Emme wint ook volkomen verdiend hoor, op basis van deze wedstrijd. Maar heel soepel ging het natuurlijk ook weer niet. Maar wel weer een overwinning. Weer een stap dichter bij de Eredivisie. Een stap dichter ook bij de derde periode, maar dat is dan bijzaak. En we winnen met 3-1 van Top Os. En El Azouzi, een van de absolute smaakmakers vandaag. Met zijn eerste doelpunt in de keukenkampioen-divisie daarbij.